Hoi, welkom bij deze les van Bevolking en Ruimte voor Aardrijkskunde klas 4 MAVO. We gaan het vandaag hebben over de migratie in China. En wat ga je nou leren in deze les? Je kan de binnenlandse migratiestromen in China beschrijven en je kan uitleggen welke migratiemotieven de Chinezen hebben. Je legt ook uit welke gevolgen de binnenlandse migratiestromen hebben op de bevolkingsspreiding van China. Laten we beginnen. We beginnen eigenlijk eerst even met de definitie van migratie. Nou, migratie is de verhuizing van een grote groep mensen naar een ander land of een andere streek in eenzelfde periode. Je ziet hier een klein verhaaltje staan en die zal ik even voorlezen. Toen we naar Guangzhou kwamen, moesten we vanwege de Hukou onze kinderen bij mijn ouders achterlaten, zei Chao. We hadden niet genoeg geld ze hier naar school te laten gaan en gezondheidszorg voor ze te betalen. Nou, dat is één van de problemen die veel migranten tegenkomen. En we gaan het dadelijk nog even hebben over die Hukou. Dus onthoud het woord even. En op het plaatje hier zie je een grote flat voor migranten. Kijk als eerste even naar de politiek van China. Nou, tot 1980 was er een éénpartijstelsel. Dat heet de Communistische Partij. Dat was één partij waar je op kon stemmen die met elkaar alles bepaalde voor het land. Het was een geïsoleerde staat, dus er was weinig contact met het buitenland. En buitenlandse bedrijven zoals bijvoorbeeld Apple en Sony, die waren verboden. Ook was de westerse cultuur verboden en wordt eigenlijk de Chinese cultuur heel erg bewaakt. Dus het was bijvoorbeeld niet echt wenselijk dat mensen daar in een spijkerbroek gingen lopen. Nou, na 1980 kwam er meer openheid. Het was nog steeds een éénpartijstelsel en dat is steeds, nu nog steeds. En buitenlandse bedrijven zijn nu ook welkom in China. China wordt een lage loonland en ontdekt dat het daar economisch sterker van wordt. Dus dat ze daarmee veel geld kunnen verdienen. Studenten mogen nu zelfs in het buitenland verblijven. En vaak blijven ze daar ook na hun studie. Dat levert wel een brain drain op. En het hebben we volgens mij al eerder besproken. Dat mensen die gestudeerd zijn, dus de hersenen van het land, dat die dus niet meer terugkomen. We hebben het er later nog eventjes over. Als we gaan kijken naar de economische groei, rond 1980 ging de overheid van China zich meer richten op de economische groei. Dat was dus ook de reden dat ze zeiden buitenlandse bedrijven mogen zich hier vestigen. Die vestigden zich vooral langs de oostkust, want dat was makkelijk bereikbaar met qua havens en dat soort zaken. Maar ook is het qua relief is het vrij vlak, dus dat was ook nog een natuurlijke reden en het klimaat is daar aangenaam. In navolging van die buitenlandse bedrijven kwamen er ook steeds meer Chinese fabrieken. Er was op dat moment ook weinig werk op het platteland. Dus dat bracht de migratiestroom van golf van arbeidsmigranten richting de oostkust op gang. En daar gaan we even naar kijken in het volgende plaatje. Bron 1 en bron 2. Nou, als je dan kijkt naar het eerste plaatje zie je hier die migratie naar de Chinese oostkust. En vooral bij de Paalrivier en de delta van Shanghai. Hier zo ligt de hoofdstad van Beijing. Die ligt eigenlijk ongeveer hier zo. En ook hier migreerden dus heel veel mensen naartoe vanuit het binnenland. En hier zie je nog een migratie van een binnenlandse regio. En hier zie je dan wat dat doet met die steden en hoe enorm die zijn gegroeid. Kijk maar naar de aantallen die je hier ziet staan. Hier hebben we het net al even over gehad. Niet alleen laag opgeleide mensen vertrokken, maar ook hoog opgeleide. En dat geeft dus een brain drain als effect. Als we kijken naar de volgorde van de migratie, dan gingen eerst de jonge mensen en later ook de ouders van gezinnen. Dan kijken we even naar het Hukou-systeem. En dat heb ik al eerder genoemd. En het Hukou-systeem is een Chinees registratiesysteem. Je ziet ook op het plaatje die man, die heeft een soort paspoort vast. En dat bepaalt of je inwoner bent van een platteland of een stad. En je kunt in de plaats waar je geregistreerd bent, oftewel waar je geboren bent, alleen gebruik maken van de basisvoorzieningen. Dus het is een soort binnenlands paspoort. Heb je bijvoorbeeld een Hukou voor het platteland, dan heb je geen recht op onderwijs, gezondheidszorg en woonruimte in de stad. En zo wil de regering de urbanisatie, oftewel de trek naar de stad, controleren. Veel kinderen van arbeidsmigranten krijgen daardoor weinig opleiding en worden een soort tweederangs burgers als ze meegaan in de stad. Of zoals je eerder al in deze PowerPoint hoorde, laten jonge mensen hun kinderen achter bij hun ouders. Dus dan leven die kinderen op het platteland bij hun opa of hun oma.
Verhuis je buiten je HUKO, dan heb je dus geen recht meer op die basisvoorzieningen. En zo wil de overheid dus die migratie beperken. Uiteindelijk zeiden ze van ja, maar dit is ook onhandig voor de economische groei die we voor ogen hebben voor China. Dus ze zeiden, we moeten het versoepelen. Heb je lang genoeg in de stad gewoond, dan krijg je vanzelf recht op de basisvoorzieningen. Dus dat is de versoepeling die ze nu hebben toegepast. Als we dan kijken naar de snelle urbanisatie in China, dus die snelle groei van die steden, wat is dan de oorzaken? Nou, ten eerste is dat de armoede op het platteland. De groeiende middenklasse in de stad met een moderne westerse levensstijl, dat trekt gewoon mensen aan. Een tweede oorzaak dat mensen toch nu sneller naar de stad gaan, is dat die regels van het HUKO-systeem dus minder streng zijn geworden. Seizoensmigratie mag nu wel. En ondanks dat je nog niet mag verhuizen zonder toestemming, kunnen ze nu wel makkelijker in de stad gaan werken. Nou, het gevolg van die snelle urbanisatie is wel een enorme tegenstelling in het land. Het platteland is echt gewoon best wel ouderwets. Ik heb hier geschreven middeleeuws, maar gewoon in ieder geval echt op een ouderwetse manier nog bijvoorbeeld de landbouw bedrijven. En de stad wordt heel westers en modern. Als je kijkt naar die binnenlandse migratie, dan heeft de Chinese overheid wat maatregelen getroffen. Want ze hebben nou eenmaal die arbeidsmigranten nodig voor die economische groei in de fabrieken. Dus ze hebben de infrastructuur verbeterd. Ook om weer terug te gaan naar het platteland en heen en weer te pendelen. Maar vaak is de afstand te groot om op het platteland te wonen en in de stad te werken. Dus mensen verhuizen wel naar de stad. Ook zijn er belastingsvoordelen als je bijvoorbeeld je bedrijf vestigt in bepaalde steden. Dat zijn steden die in het binnenland liggen. En die steden zorgen ervoor dat als je daar je fabriek neerzet, dat het binnenland ook weer meer groeit. En niet, dat niet alleen de mensen langs de kust gaan wonen. Dan gaan we het even hebben over hutongs. Als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je een oud Chinees wijkje. De hutongs zijn wijkjes in Beijing. En die hebben een rechthoekig stratenpatroon. Rond een hofje staan dan huizen. Dat hofje wordt dan gedeeld door een aantal gezinnen. En daar leven ze eigenlijk samen. Ze delen bijvoorbeeld ook met elkaar in zo'n straatje bijvoorbeeld een toiletblok en dat soort zaken. En er is veel sociale controle. Mensen hebben vaak aan hun huis, aan die hutong, ook nog een winkeltje. En er is een hoge bebouwingsdichtheid op die plekken. En het hoort echt bij de Chinese cultuur. Deze hutongs zijn echt van vroeger en staan dus midden in het centrum van Beijing. Maar Beijing, de wijken in het centrum, dat zijn de meest kostbare plekken om te wonen. En voor die grond konden ze veel geld krijgen. En daarom wilde de overheid eigenlijk van hutongs af. Oprukkende flats kwamen er door een groot aantal arbeidsmigranten. Die arbeidsmigranten moesten gehuisvest worden, die moesten een woning hebben. En daardoor zijn heel veel hutongs verdwenen. Dat zie je hier ook op het plaatje. Die projectontwikkelaars zijn erg belangrijk, want die bepalen wat er in de stad gebouwd wordt. Die worden dus ook door de overheid ingehuurd. Er is dus een hoge grondprijs. Dus die dure woonflats en kantoren en winkelcentra leven veel meer op dan die hutongs die er al van oudsher staan. Dus op de plek van de hutongs worden bijvoorbeeld, zoals hier op het plaatje, winkelcentra gebouwd. Maar ook bijvoorbeeld kantoren of dure woonflats. Want daar verdient de overheid gewoon veel meer aan dan aan die hutongs. De bewoners uit de hutongs die worden dan uit hun huizen gezet. En die krijgen dan een huis aangewezen aan de rand van de stad. Bijvoorbeeld een goedkope flat. En niet alle Chinezen zijn het daarmee eens. Ze willen bijvoorbeeld niet weg omdat ze zeggen, nou, ik had daar een winkeltje in die hutong, dus nu heb ik ook geen werk meer. Of als ze werk hebben, moeten ze tenminste nog een uur weer terugreizen naar de stad. Er is ook geen inspraak zoals er in Nederland wel is, met bijvoorbeeld een bestemmingsplan, zoals je eerder hebt geleerd. Dus niet alle Chinezen zijn er tevreden over. Echter zijn er ook gelukkig Chinezen die dat wel prima vinden om te verhuizen, omdat ze dan bijvoorbeeld wel hun eigen verwarming hebben, hun eigen toilet en douche. Dus het is wel veel moderner dan hun hutong ooit was. Maar er zijn ook Chinezen die zeggen, ja, we wonen altijd met z'n allen samen, met die sociale controle, dat missen we nu. Dit is het einde van de uitleg. Ik hoop
dat je nu meer geleerd hebt over de Hutongs en over de migratiestromen. En wil je meer weten over China, kijk dan ook vooral de volgende video's.